Hoe zat het ook alweer met heel rustig op laten komen tot drie tellen, toch? Twee had je tellen. Mij geleerd, toch? Twee tellen. Dus de eerste tel is aanzetten. Dan moet je iets aan. Ja, dat is nu. Ja, dus dat is nu. En dan laten rijden. Ja, dus dat is één. En dan rijden is twee. Nou, als je rijdt, dan komt er een los, oftewel doorschakelen 2. Ja. Waar komt hij nog even? We gaan er omheen. We gaan even rustig beginnen. We gaan naar rechts toe. Goed? Ja. Is er één? Ja, acht minuutjes erop. Ja, kom maar. Koppelingetje op. Daar staan ze 3. Oh, ja, rechts. Ja. Waar wel hun die? Ja. Nee, ik rijd naar achteren. Kom maar. Ja, help je even? Ja. Nou, dan mag je naar rechts. Zo, dat is alweer een jaar geleden. Ja, meer als een jaar, Hans. Ja, klopt. Meer als een jaar. Nou, ik heb echt moeten herstellen, want ik had echt gewoon last van even mijn stuwing. Oké. Maar je bent geen lid meer van de sportschool? Nee. Nee, even niet. Omdat ik het even momenteel niet kan betalen. Oké. Ja, dat komt wel weer. Je kunt zelf ook bewegen hoor, je hebt een sportschool voor nodig. Nee, daarom. Ik doe ook alweer heel veel. Ja. Gelukkig. Ja. Duurt even, ja. Kan ik nog een stukje naar voren, ja toch? Ja. Ja, kijk. Kijk, en dan rijden we weer. Oh. Ja, morgen. Ja, dat gaat hard, Hans. Ja. Thank you.
geen bericht is rechtdoor, hè? Geen bericht, goed bericht. Immigrado. Als ze bij Düsseldorf zijn, zijn we ietsje te ver gereden. Weet je dat vast? Dan wel, ja. Deze rijdt wel iets beter, toch? Ja, deze rijdt een heel stuk beter, ja. Dan als we die auto aan, dan links. Van de Soeverland. Nou, en nog geen meter, denk ik hoor. Nee, zeker niet. Heel netjes volgens mij. Zeg maar, zo'n stukje, zo'n stukje, zo'n stukje. Zo'n stukje ongeveer. Ongeveer. Ja, zo. Ja, dat zeg ik ongeveer. Hé, hey, nou zo, we gaan recht achteruit rijden. Ja. Naar een rechte lijn, dus. Okay, met een beperkte snelheid. Ja. Er zit geen klikkertje. Nee! Je moet gewoon een teken van. Ja, staat hier. Ja. Nee, dus een rechte lijn achteruit. Kijk, tot aan de lantaarnpaal die daar verderop staat. Zie je hem? Oké, ja, ja, ja. Nou, het was niet slecht toch? Netjes je koppelingetje onder controle. En ietsje van de kant afgegaan. Afgegaan. Dus we drijven zo naar zo. Ja. Dus dat is nagenoeg recht toch? Ja. Ja. Goed? Ja. Tevreden? Ja, ik wel. Jij ook? Oké. Okay. Jij ook? Prima. Ja. Oké. Mocht jij weer vooruit weg? Nee, gaan we dat doen.
weer wegrijden, toch? Hier moet ik wel, hè? Ja, juist. En weer wegrijden, toch? We moeten wegrijden, ja. Kijk. We gaan rechts. Doe je dat? Wegrijden? Ja, van de stokbord. Rechtsaf, hè? Nou, het onderste gaan we uit. Dus eerst een andere. Kan we nog even rechtdoor? Rechtdoor, ja. Je hebt gelukkig niet 3 keer te nemen, schat. Ja. Weet je nog? Ja. Zo dan. Komt er nu al. Ja, daar ga ik echt hard overheen. Kijk, schat, en dan ga ik dus hier binnenkort werken. Oké. Hier op Doekie. Oké. Okay. Bij de brug. Ja, en bij deze school, ja. Oké. Okay. Nou, we straks over de brug gaan naar rechts. Wat voor werk ga je doen dan? Overblijf medewerker. Oké. Okay. Ja. Ja, we zitten dus meerdere scholen. Ja, klopt. Rechts, hè, zei je? Ja. Oh ja, fijn. Ja. Mag wel. Nee, dit in die red ik niet. Hoppelijk maar. Ja. Oh, wat is dat hier? Even nagaan wat iemand dus achter invoelt, hè?
vaak en sturen vast vanuit die kant hoor, voor Roderick. Als ik even iets wil drinken, zit op de snelweg of iets dergelijks. Even een klein slokje, even meerijden. Ik mag eigenlijk ook niet even snel. Doe wel. En dat gaat goed hoor, Hans. Alleen bij rechtuit. Ja, gewoon het sturen. Dan gaat hij een checkje draaien. Nee, drinken of zo. Ja. Wat een bolletje. Nee, ik ben niet goed. Dat is verkeerstechnisch rechtdoor. Ja. Dat is geografisch rechtdoor. Ah. Schilletje. Ja, oké. Okay. Ja? Heel erg moeilijk. Ja. Dus ik probeer dat uit te leggen van tevoren op. Maar ja. Karin denkt van ja, je moet er naar rijden. Daar gaan we altijd naartoe. Ja. Oh, zo. Maar dat is verkeerstechnisch rechtdoor eigenlijk. Ja, met de weg heen. Volg je de voorrang zeg. Snap je? Ja. En die voorrang gaan we nu verlaten, dus dan is dat geografisch rechts of geografisch rechtdoor, maar verkeerstechnisch rechtsaf. Ja, dus daarom moet je wel richting aanrijden naar rechts. Ja, en ik had hem dus naar links. Ja, waarom? Links, rechts. Hé, schat, even. Ja. Ja, en die tijd heb ik ook gehad hoor, Hans, dat, en dat ik links en rechts door elkaar haalde naar mijn operatie. Dan ben je niet de eerste. Waarom? Nou, er zijn meerdere mensen die dat hebben. Dit hebben ze helemaal vernieuwd. En dan moet je niet denken dat dat verschil maakt voor intelligentie of wat dan ook. Nee, maar na mijn... hoe hard mag je eigenlijk hier? 30? Ja. Hier was 30, ja. Dan rijd ik goed. Oké. Ja, toch rijd ik heel voorzichtig. Maar dit hebben ze veranderd, hè? Ja. We hebben een rode pijl, dus als je gewoon doorrijdt... Dan hebben we geen last van die auto. Keren door middel van een halve draai. Dus dan mag je die hele ruimte hier gebruiken. Oké. Okay. Een halve draai, dus de ene keer terugkeren. Goed? Ja. Dus dat is het idee dat ik het heb. Goed? Ja, ik hoop dat het goed is. Twee auto's. Maar waarom verandert het licht iedere keer naar
wel. Er zit een vochtverlichting in. Okay. Zie je, dus daar voorbij die witte, mag je zo langs de kant parkeren. Dus daar heb je alle ruimte voor. Dan ga je weer een oude richting aan. Ja, altijd. Ja, hij remde al, ik niet. Ja, maar dan kan je zo wegrijden, snap je? Ja. Dat is de oefening, vooruit in de file parkeren. Ja. Hoe ver sta ik tegen die stoeprand aan? Dat zei je, maar jij gaat gelijk remmen. Ja, jij hebt alles op slot gegeven. Nee. En dan een knopje daar, even kijken, die. Nee, ik heb niks gedaan. Zo, meneer. Dat heb jij gedaan. Schippers, nee. Ja, echt. Nee. Maar als ik het alleen doe. Dan is het alleen deze deur. Oh. En als jij hem op slot gooit. Nou, ik heb hem niet gehoord. Doe eens op slot. Ik heb hem niet gehoord. Nee, doe eens ik op slot. Kijk, dan kan ik hem wel open doen, zie je. Ja, maar hoe ver sta ik nou van de stoeprand af? Zo. Even kijken. Dus, ik zou er heel strak tegenaan. Ja, zo'n stukje. Oh! Ja? Goed, dan mag je weer weg. Nee, we hebben bochtenverlichting. Oftewel, als je richting aangeeft, gaat het linker onderlampje aan. Dus zeg maar het mislichtje. Ja. En als je rechts op gaat, gaat het rechts. Ja, maar alsnog, ik vind dat wel fijner. Jammer voor jou. Hans? En daarom brandt hij daar ook, zie je? Ja, dat snap ik. Dat was die toch? Mm-hmm. Vooruit in de verkeerde. Ja. Nou, als je nou na de bocht, als we daar een plekje tegenkomen, dan mag je even achteruit proberen te parkeren. Oh, leuk. Als jij dat, mag ik het ook op de hele ouderwetse manier doen? Dat is één keer. Zet maar de vlees uit. Wacht heel even. Want de ouderwetse manier, en dat is zo, hè? En dat mag niet meer, hè? Wat? Zo? Ach, mag dat? Als je vooruit rijdt, moet je al met twee handen sturen, zoveel mogelijk. Ja. En als je achteruit rijdt, mag je dan met één hand doen. Is dat zo? En maar dan ook gewoon zo naar achteren kijken? Ook, ja, maar je moet ook die kant in de gaten houden. Ja, oké, maar dat snap ik, maar... Je moet alle kanten in de gaten houden. Mm-hmm. Het kan overal vandaan komen. Yep. Okay. De bestuurders, fietsers, ik voel allemaal wat. Zeg maar. Stop. Even kijken, we komen dus aardig langs de kant. Ja, maar nog niet helemaal. Ja, zo'n stukje hier. Ja. Maar we hebben wel heel veel ruimte gebruikt. Ja. Klopt. Mag ik nog één keer doen? Achteruit in het file parkeren, ja. Heb je ongeveer anderhalf keer je autolengte nodig. Ja. Nou, je komt er ongeveer. Je valt er ongeveer een meter, anderhalve meter voor je erachter. Mm-hmm. Ik ga hem nog één keer doen, als je dat oké vindt. Heel dicht op, hè? Ja, je komt dicht langs. Ja. En als jij zegt van ik vind het te dicht, nee. Dan mag je ook zeggen dat we gaan pakken die zwarte uit. Nee. Ja, je bent deze. Ja, ik pak deze. Dus je had het goede moment om in te sturen, dus dan moet je nu even erin houden. Ja, dus rijden. Langzaam rijden. Helemaal in, hè? Kijk, helemaal in. Helemaal. Ja. En dan nu terug, ja, helemaal terug. Helemaal goed. Kijk, voor je iets korter achter. Hij kan er nog korter achter, hoor. Ja. Ja, maar het is wel beter als wat ik net had. Maar op zich, nou, maar. Aardig, hoor. Uh-huh. Kijk, ik kan het beter natuurlijk. Ja, oké, maar het is al wel beter als... dat het beter wordt natuurlijk. Juist, gaan we ook mooi doen. Ja, toch? Yep.
Nou, dan mag jij weer wegrijden. Goed. Mooi, ja. Nee, Kaar, dat is fout. Nee, dat noemen ze bochtenverlichting. Ja, waarom dat is, weet ik niet. Niet iedere auto heeft dat. Nee. Het is ook meer zo'n, ja. Oh, leuk. Eerste snelweg. Ik weet niet waarom ik het zo leuk vind, maar... Ja, dat is makkelijk. Ja. Hier ook weer? Ja, ook weer rechts aan. Ja.
Oeh. Ja, dat is een pizza bezorger. Nou, die pizza die hoeft hij eigenlijk niet meer te bezorgen nu. Nee, niet te erg meer, nee. Dat is nu pizza moes geworden. Ook lekker. Hè? Ook lekker. Ja, dat gaat toch niet helemaal naar binnen, hè? Mag je 50? Nee, toch? Ja. Mag je 50? Ja, Theresestraat 50? Ja, het is niet aanbevolen. Het is niet aanbevolen, maar je mag het wel. Alles. Ik vind dit zo mooi, hè? Hierboven. Ja, ik vind het mooi, ja. Feestelijk is daar. Ja. Ze hebben geen kerstman erin getekend. Tenminste, even een puntje. Niet, maar alsnog, ik vind het leuk. Of Sinterklaasje, geen Sinterklaasje. Dus het kan altijd, hè? Want de bussen, die rijdt hier 40, hè? Dus ja, maar die ramt overal door. Gelijk. Overdag is het natuurlijk ook druk. Handhaving. Dat gaan we doen. Ik ken ze niet. Ik wel. Ja, ze hebben niet wat ze gaan doen. Hij is niet. Jammer. Oversteken, dat is leuk. Heel handig. Dit vind ik toch zo'n prutsbocht hier? Ja, maar dat is het ook. Wat zeg je? Een prutsbocht. Dit? Ja. Ja, dat, waar, je kan het niet zien, je moet meteen links en weer rechts. Dus je hebt daar natuurlijk. Je kan niet binnen de lijnen blijven, daar. Dat gaat niet. Nee. Spaart gewoon die moeite. Ja. Dat is de winnaar van het festival Songfestival. Die zijn we zo voorbij, die fiets. Dat is heel fijn. Nederland ook geld uitgeven, nee? Klopt. Nou, fijn. Joep. Rotterdam, Joep. Ja, ik ben aangebouwd bij betaald, hè. De Monster heeft nog wat toegestopt. Yep. Dat zijn jullie belastingcentjes. Ja hoor, ik weet het. Maar, en maar ook mijn, die voor jou, hoor. Nee, want ik ben een voorbeeld. Ja, nou, en? Want dat maakt niet uit. Het zijn ook jouw belastingcenten, Hans? Indirect. Op een gegeven moment ook wel, ja. Daarom. Ik weet het nog heel goed. Ben je nog ergens bang voor? Ja, Hans, ik ben bang voor een vrachtwagen. Oké, okay, nou dan weet ik dat, dan kan ik daar rekening mee houden. Nou, ik zal het in het boekje schrijven, ja, straks. Wat? Ja, als je bang bent voor vrachtwagens. Ja. Yes. Wat? Hand uitsteken. Ja, dat doen ze meestal niet. Ja. Zit ook in de verkeerde versnelling, Hans. Ja, had ook in zijn twee, was het door kunnen rijden. Ja, die fietser. Ja. Die gaf natuurlijk geen richting aan.